Goeiedag dames en heren, welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik denk dat het vandaag een beetje een dagvlog wordt. Even kijken wat we allemaal gaan doen. Bult afdekken en misschien wat pinken ophalen. Goed, de derde snede is eraf. Mest ligt erop, kunstmest en drijfmest. En de voorspellingen zijn dat er veel regen komt. Dus ik hoop dat we de haspels niet nodig zijn. Regen uit de lucht is veel goedkoper dan zelf regen maken. Het scheelt een hoop werk. Dus laat maar hopen dat er gewoon wat regen valt. Goed, we gaan even het schuifje eraan doen om het zand van de bult af te schuiven. Dat doen we natuurlijk met de dikke John Deere trekker. Hopsa. Schuifje aan de trekker, kijk, ik kan dit schuifje kan ik draaien. Als de keilboot dan niet te vergelijken is, dan kan ik hem bijstellen. Even op zoek naar een schoppie. Die staat hier wel. Goed, we gaan de keil en de maisbult doen. Kijk, we hebben gewoon tot aan plastic opgevoerd. Hierachter ligt er zand op, gooi plastic naar beneden. Het zand schuiven voor ons uit en dan kan het plastic weer omhoog. We dekken de bult af met zand. Die bult is natuurlijk helemaal luchtdicht door het plastic. En door middel van zand erop te gooien, ja, sluit je hem helemaal af. En komt er eigenlijk nooit meer wat bij. Ook door dat tegen vogels die bijvoorbeeld de plastic doorprikken. Of wat dan ook. Een goede laag zand erop, dat beschermt gewoon het voer wat eronder zit. En het voer is duur, dus daar zijn we zuinig mee, daar zijn we, ja, daar passen we goed voor op. En de hond natuurlijk die nu al zijn gat graaft. Dus goede laag zand erop. En met schuifje en met de mobiele kraan drukken we alles er weer af. Vandaag kunnen we denk ik alleen wel met schuifje. Maar als de bult te hoog wordt, dan pakken we even de mobiele kraan en schuiven we het zo hier tussen de silo's in. Daarom zit er ook ruimte tussen de silo's. Het zand bewaren we hier. En zoals die andere keilbulten, die worden nu elke keer dichtgelegd met slangen. Maar als de keilboot opgevuld is, dan doen we met de mobiele kraan vanuit het midden zo up, bovenop de bult. En dan is hij mooi afgedekt.
Het is belangrijk dat je de bult niet te ver afspit. We voeren ongeveer een meter per week, anderhalf. Ik denk dat het beter is om 2 of 3 keer per week het bult te spitten dan 1 keer per week. Dat voer wat eronder zit, dat kost gewoon geld. En ja, zodra er zuurstof bij komt, begint eigenlijk het broeiproces. En als het dus niet wordt gevoerd aan de koeien, zo snel mogelijk, dan begint het gewoon met broeien en dan gaat het stinken en dat is helemaal niet meer lekker voor die koeien. Dus het is belangrijk dat je een beetje voersnelheid houdt, zo'n meter per week ongeveer, anderhalf. En dat je dus ook niet te veel afdekt. Je kunt beter 2 keer per week afdekken dan 1 keer heel veel. En normaal is zo'n schuifje, hoor, dat kost echt 10 minuten werk en je bent zo klaar. Dus dat vind ik ervan. Goed, ik weet niet wie de chauffeur was net, maar dit moeten we natuurlijk niet doen, hè. Weer gaten in het plastic. Prutser. Maar ja. En als je het heel goed kunt, heb je ook geen schap meer nodig. Maar ik moet nog even oefenen, zo te zien. Snij het plastic even af, anders moet ik alles weer omhoog trekken. Mais is klaar, we hebben de keilbult. De aarde van de keilbult is veel groter. Ik denk 3,5, 4 meter hoog. Nu kun je slecht zien waar je bovenop doet met het schuifje, dus dat moet je echt een beetje op gevoel doen, maar komt wel goed. Goed, na het bultafspit hebben we zelf even geluncht, even broodje gegeten. En daarna is het natuurlijk tijd dat de kalfjes ook weer melk krijgen. We voeren de kalfjes 3 keer per dag. Ze krijgen 3 keer 2 liter ongeveer, dus 6 liter in totaal. Melkvoeren doen we dus met de kalventaxi. Hier hebben we een bord waar alle kalveren op staan. De iglo's en de groepshokken. En ik voer eigenlijk niet heel vaak de kalveren. Dat doen 2 mensen hier op het bedrijf. Maar die schrijven het wel zo uit, zodat als ze hun weg zijn, dat een ander het wel kan doen. Middagronde, 39 liter. Ga ik naar een kar toe. Ga ik 39 liter water in doen. Uit deze waterslang komt een standaard water van 40 graden. Nou, die doe ik dus hier in de kalventaxi en als het goed is zien we hier straks de liters oplopen. Ah, kijk daar. 7, 8, 9 liter. En daarboven zijn de kilogrammen, dus 1,5, 1,6. Dan ga ik toe naar 39 liter, zoals op het bord stond. En dan stop ik met water erin doen en dan vertelt hij mij hoeveel kilogram poeder ik erin moet doen. Die ga ik hier afwegen met de emmer. En dan klopt de verhouding altijd. Maakt niet uit wie er voert, de computer vertelt wat de verhouding moet zijn. Eraan. Goed, met die kalventaxi die is dus nu even aan het mengen. En ik heb als goed is de temperatuur op orde, de verhouding. Als je zelf koffie zet wil je natuurlijk ook niet hele sterke koffie of lijkt het net alsof je thee hebt gezet. Dus dat proberen we dus door middel van die kalventaxi proberen we die verhouding van melk en water, dus of melkpoeder en water, hetzelfde te houden iedere dag. Dat is beter voor de maag van het kalf. De temperatuur is hetzelfde, de verhouding en de hoeveelheid. Hij kan uitdoseren in, volgens mij nauwkeurig op 0,2 of 0,5 liter, 0,1 zelfs. Dus alle kalverigloos, er staat op de igloos hoeveel elk kalf moet hebben. Een groot kalf krijgt wat meer dan een kleine kalf. En hier heb je de groepshokken, die drinken uit de familie-emmer. En die ga ik ook
precies uitdoseren naar de behoefte. Zet de gashendel op. Full speed. Deze schroef mag dus 13 liter. 13. Zo. Druk daar op het knopje. En dan meet hij precies 13 liter af. Zie dus dat ze even checken of elke halve nippel heeft. Ja. Goed zo, opgedronken hè. Dat was lekker hè. We hebben deze video had ik gezegd dat we gingen bulten afspitten en wat pinken gingen verplaatsen. De pink had het op in het weiland en die zouden we naar een ander stuk gras brengen. Nou, we hebben het vandaag wel gedaan, maar ik ben het vergeten te filmen, ik had de camera vergeten. Dus om het even goed te maken, dan geef ik jullie een kleine farmtour over het bedrijf, denk ik. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vinden. Alvast bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer leuke video's. En tot later.